in een bedrijf van 20 man waar iedereen aan hard aan het werk is, er is helemaal geen tijd voor een angstcultuur. Goed dat u er bent en ik overdrijf niet als ik zeg in zulke grote getalen. Nou is het extra bijzonder even omdat we te maken hebben met een spraakmakende gast die een publicatie aan zijn broek kreeg vorige zomer. En dit is de eerste keer, dames en heren, ik heb het nog even gecheckt van tevoren. Dit is de eerste keer dat hij en plein publiek zich laat interviewen. En dan ook nog in een setting, niet wetende door wie en ook niet precies waarover. Hij vroeg mij net ook nog even, gaat het nou alleen daarover? Nee, zei ik tegen onze hoofdgast, maar we gaan het onderwerp zeker niet schuwen. Onze hoofdgast staat achter die deur en hij luistert nu mee. Hij is geboren in het Brabantse Gorle. Hij groeide op in een gezin, een echt arbeidersgezin. Samen met zijn tweelingbroer was hij de nummer 5 en 6 uit een gezin van maar liefst 8 kinderen. Of zoals zijn vader zei, jij was de eerste van de tweede 4. Als zijn moeder overlijdt, woont hij als pleegkind bij auteur en onderwijzer Jan Nijkens. Daar ontdekt hij de liefde voor literatuur. Hij studeert recht in Amsterdam en deed daarnaast allerlei klusjes bij uitgeverijen. Van magazijnmedewerker tot corrector. Hij krijgt zijn eerste vaste baan bij de uitgeverij Bert Bakker. En werkte zich binnen 5 jaar daarop tot hoofdredacteur. In 1989 richt hij uitgeverij Prometheus op. En haalt successen met de bekende auteurs als Connie Palme, Herman Brusselmans, Lale Guel en Eus. En vorig jaar, zoals gezegd, kwam zijn naam in opspraak toen de Volkskrant een beeld schetste van de angstcultuur onder zijn medewerkers. Dames en heren, warm applaus voor niemand minder dan Mai Spijkers. We hebben best wat rondgebeld in de literaire wereld. Wat denkt u dat de rode draad in de reacties was? Nee. Ja. Nou, hebben wij wel vaker dat we een lastige gast hebben. Maar dit hadden we nog niet eerder meegemaakt. Nee. Maar hoe kan dat? Ja, het is een kleine wereld. Ja. Een kleine vijver met veel hengels. Ja. Dus er is wel wat naijver, concurrentie. Ik denk dat het daarmee te maken heeft. En het is zo'n kleine wereld dat ze weten dat ze u vanzelf weer toch weer tegenkomen. Ja, dat of gewoon denken, nou, ik heb geen zin om met die man een gesprek te voeren op een podium. Dat kan natuurlijk. Ja, kijk, die reputatie voor mij, dat is een heel eigen leven gaan leiden. Ja. En die bestaat al eigenlijk sinds ik in de uitgeverij kwam. Of eigenlijk sinds mijn 7e, weet ik veel. Dus ik ben het wel gewend. Ja. Kijk, ik kom uit een groot gezin. Inderdaad, zoals je zegt, de eerste van de tweede 4. En ja, ik denk dat dat mij wel gevormd heeft. Dat ik, je moet op een of andere manier, met mijn karakter, aandacht weten te trekken. En als dat niet op een positieve manier gaat, dan maar op een negatieve manier. Ik denk dus dat zit wel in mij. Die dynamiek, die kan ik mij voorstellen in de weg naar boven. Mm-hmm. He, dus liever slechte publiciteit dan geen publiciteit. Maar als je eenmaal boven bent, lijkt het me wel een wat nare cyclus worden. Ja, maar zo werkt dat natuurlijk voor mij niet. Nee? Nee, elke dag is weer een nieuwe dag. Er moet weer iets veroverd worden. Dat houdt nooit op. Ik wil het met u hebben over het métier van interview. Is er een soort rode draad wanneer interviews goed met u gaan? Waar ik zelf wel tevreden mee was, dat stond in het Financieel Dagblad. Iemand die een soort plaats van herinnering, die nam mij mee naar het dorp waar ik vandaan kwam. En ja, dat vond ik mooi gedaan. Ja. Dus, maar eigenlijk wat u beschrijft is volgens mij, als u wezenlijk oprechte interesse bespeurt, dan gaat de oester open. Ik ben niet gewapend. Ik bedoel, ik weeg een vraag en probeer een antwoord erop te geven. Maar vaak is het, ja, denk je, dat, om dan weer een keer te herhalen van, dat ze zeggen dat over jou of ze doen dit en dat dan weer een keer, dat vind ik niet interessant. Maar er zijn ook wel bijvoorbeeld Stephanie Hogeberg, die heeft mij vorig jaar geloof ik of 2 jaar geleden voor de Quote geïnterviewd. En die pakte dat leuk aan, want die wist precies waar ik voortdurend een hekel aan had in die interviews. Dus dan maakt ze ook een soort running gag van zeggen, nou, dat zal ik me niet aan je vragen, want dan word je natuurlijk weer kwaad. En, ja. Op die manier. En dat is wel grappig. Wij zijn er klaar voor. Okay. Hopelijk u ook. Ik ga u meenemen. Onze eerste interviewer maakte als kind al haar eigen programma's op haar cassetterecorder. Ze begon haar radiocarrière bij Dolfijn FM op Curaçao. Dat is ongeveer het Radio 538 ongeveer daar. Hè? Ze werkte als nieuwslezer bij onder andere ANP en BNR en als verslaggever bij Radio 1 Vandaag. En presenteerde allerlei programma's op Radio 1. Tegenwoordig heeft ze zelfs haar eigen radioprogramma namens Afro Tros. Dames en heren, Misha Blok. Hallo.
Hi. Ik ben Misha. Ik ga altijd zo open mogelijk een gesprek in. Ik schrijf nooit vragen op. Ik heb nooit vragen van tevoren in mijn hoofd. En ik probeer zo onbevooroordeeld mogelijk een gesprek aan te gaan. Een echt gesprek. En ik sprak laatst in een interview Esther van Venema, psychiater, kent. Ook schrijver. En zij stelt altijd één vraag als eerste aan haar geïnterviewde. Wie was je moeder? Ik heb mijn moeder niet goed gekend. Die was, ik was 10 toen ze overleed. Maar ja, dat is natuurlijk een belangrijk figuur in je leven, zal ik maar een beetje droog zeggen. Maar wie was mijn moeder? En, ja, mijn moeder was wel echt een moeder, 8 kinderen. Ze kreeg op een gegeven moment borstkanker. Wat ook wel typerend is dat ik. Ik geloof dat ik 40 was toen ik hoorde dat zij borstkanker had. Want dat was ook. Ik kom uit een katholiek Brabants milieu. En het woord borst, dat mag je daar niet uitspreken. Dus het woord borstkanker ook niet. Dus ze zei altijd dat ze vocht op de longen had. En vanaf mijn achtste was zij ziek. En lange periodes in het ziekenhuis. Maar. Zij was voor mij wel iemand die. Wat ik net al tegen je collega zei. Ik was in dat grote gezin. Zocht ik aandacht. En liever negatieve aandacht dan geen aandacht. Ja. En mijn moeder kon daar heel goed mee omgaan. Die had mij enorm goed door. Dus ik was een behoorlijke treiterkop. En zij kon me altijd wel kalm krijgen met een opmerking. En ze had ook al heel vroeg in de gaten. Toen ik net kon lezen dat ik een. Dat ik van lezen hield. Dus als ze mij kalm wilde krijgen, sjouwden ze me mee en dan kreeg ik een boek. En op die manier Ja, want je hield dus als kind al van negatieve aandacht. Nou ja, afgelopen zomer wil ik eventjes naartoe, want je zei al van tevoren, ja, je vindt het vervelend als het erover gaat. Maar het is ook logisch om het daar toch wel even over te hebben. Mm-hmm. Volkskrant komt met een artikel. Nee. Heeft met 16 oud-medewerkers gesproken van Prometheus. Wordt een boekje opengedaan over jou, over jouw werkwijze. Er komt ook een essay van Ronit Palash. Wat was jouw eerste reactie? Ja, nee? Een essay, dat volgens mij werd dat door de Volkskrant zo genoemd. Dat ontsloeg hun van de plicht, zoals ik het zag, om iets dan ook te controleren in dat stuk. Ik vind het een nalatigheid van die krant dat ze dat niet gecontroleerd hebben. Naar aanleiding van een stuk vol leugens, mag ik wel zeggen. Ze hebben gedacht, nou, er is meer aan de hand. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben met die 16 mensen gepraat. Dan komt het naar buiten. Wat was jouw eerste reactie? Want je bent van tevoren, denk ik, gepolst, hè? Van geef een weerwoord. Nee, het was. Ik zat met Tessel, mijn jongste dochter, zat ik in. Ik zat in Engeland en ik werd gebeld door Griet Op de Beek. Een auteur van mij, en die zei, ja, ik ben net gebeld door een schrijver van jou en die wil een actie tegen jou beginnen vanwege, want er komt een stuk over jou in de krant. En zij wil dat gaan liken, want er moet maar eens afgelopen zijn met dat gedrag van die spijkers. Ja, en die griet dat, wat ben jij mee bezig? Dus die belde mij op en die zei, wat is dit? Ik zei, nou, ik heb geen idee. En ik zei, wie is dat? Nou, dat wilde ze niet zeggen. En toen vroeg ik aan Tessel, ik zei van. Ja, wat is dit dan? Toen zei ze van, ja, je wordt gecanceld, papa. Ik zeg, gecanceld? Wat is dat? Ja, zoiets als Marco Borsato. Ja, ik moest ontzettend lachen. Ik denk, ja, wat is dit voor een flauwekul? Want je dacht flauwekul, onterecht dat ik gecanceld word. Nou ja, onterecht. Ja, ik vond het nog. Ja, ik dacht van, waar gaat dit over? Dus ik was zo had ik ervan gehoord. En toen donderdag kwam er een stuk erin, geloof ik. En toen werd ik dinsdagavond, kreeg ik dat toegestuurd. Dus zowel dat stuk, dat essay tussen aanhalingstekens en dat stuk over die 16 medewerkers. Ja, als je het echt wil weten, ik vond het kolderiek. Maar was het kolderiek in jouw ogen dan, omdat je dacht, dit gaat niet over mij, dit is onterecht? Nou, het ging wel over mij, het ging over Marie Spijkers. Maar kijk, het hadden 16 mensen, en ja, nu klinkt het allemaal 16 mensen. Ze hadden van die 16 mensen gesproken, er waren er 6. Die hadden wat over mij gezegd. Nou, en het ging, ze waren dus 12 jaar teruggegaan om 6 mensen te vinden die iets slechts over mij beweerden. Ja, ik had er wel 15 gevonden als ik een beetje mijn best gedaan had. Ja, bedoel. Dus, nee, goed. Maar. En het niveau van die beschuldigingen, tussen aanhalingstekens.
Ja, die waren voor een deel waar, voor een deel half waar, voor een deel onwaar. Er stond bijvoorbeeld in dat ik tegen iemand zei, zou ik zeggen, ben je loops? Ja, dat is echt iets wat niet in mijn hoofd om dat tegen iemand te zeggen. Dat zit niet in mijn vocabulaire. Er zaten een heleboel verzonnen dingen in. Maar ik kan ook wel hard uit de hoek komen. Er waren ook wel dingen die klopten. Maar het was in zijn mix, was het een beetje, vond ik het een belachelijk stuk. En ik vond de baas waarop ze dat gepubliceerd hadden, dat essay, daar hadden ze dat. Je kijkt ook heel vies bij als je zegt essay. Nou ja, ik vind natuurlijk als iemand mij voor antisemiet uitmaakt. Hè, en iemand die de verschrikkelijkste dingen over mij beweert. Ja, dat je dan als krant niet denkt, moeten we dat niet eens even gaan controleren bij die man waar het over gaat of het allemaal wel klopt. Maar dit punt van is het waar, is het niet waar, laten we dat even liggen. Oké. Okay. Ik vind het vooral... Nou, nee, maar kijk, ik was er niet bij, dus ik kan dat zelf ook niet onderzoeken. Maar ik vind het vooral interessant van wat heeft het met jou gedaan? Van, je leest een stuk, er zijn aantijgingen, maar wat doet dat vervolgens met jou als mens? Nou, ik heb al personeel bij elkaar geroepen en ik zeg, jongens, dit komt eraan. Hè, van, ja, vervelend voor mij, ook voor jullie, want jullie worden ook op aangesproken. Dus ik wilde er wel een gesprek over, hoe ik daarin zat. En vervolgens ben ik ook... heb ik in dat opstel gekeken van welke suggestie doet zij voor welke auteurs. Die heb ik gebeld. Ja. En dan bel je met de vraag, heb je dat gezegd? Nee, ik heb hem gebeld, sorry. En gezegd, ja luister, die wordt iets beweerd over wat ik over jou zou vinden. Dat is niet zo. Hè, dus op die manier probeer ik wel wat... Voelde je jezelf gecanceld? Nou, nee. Wat is gecanceld? Nou ja, gecanceld, ja, Marco Bosato, hè, dat iedereen wegloopt als ze je zien en dat je nergens meer aan het werk komt. En, maar in ja. Die zin dus niet, want er zaten geen consequenties aan. Er is één auteur opgestapt. Dat is ook niet voor niks. Dus? Nou ja, dat blijkbaar iedereen wel vond dat het allemaal een overtrokken verhaal was. Dus als mensen niet opstappen... Dat is dan voor jou een bewijs van, oh, het was overtrokken? Nee. Maar ik praat met mijn auteurs, ik heb contact. En dan voel ik heus wel, wat die mensen vonden het gewoon allemaal flauwekul. Heb je iets veranderd aan jezelf? Wij zaten te praten met z'n allen op kantoor en toen zei iemand... Ja, kijk, wij vinden het helemaal niet erg, we kennen jou wel. Je kunt af en toe behoorlijk verneinig uit de hoek komen. Maar als wij met een groep zitten en je hebt er eentje op de korrel... Ja. En dan ga je daar gewoon, terwijl dat voor die anderen ook heel onplezierig kan zijn. Weet je, heb je dat eigenlijk wel in de gaten? En wat zei dat je vond toen? Ik wel, ja, dacht, ja, dat heb ik wel in de gaten. Maar ik dacht, nou ja, als dat zo zwaar is, dan let ik wel beter op. Dus dat heb je wel veranderd? Nou ja, kijk, als er echt weer iets... Ik denk van, ja, maar wat zijn ze nu weer stom bezig? Dan ga ik niet wachten tot iedereen weg is. En, dus je hebt niks veranderd? Maar niet echt, nee. En moet dat dan? Je bent heel, ja, tenminste, het beeld wat ik dan krijg van, je bent best vergevingsgezind, hè? Nou, dat zou ik mezelf niet, zo ken ik mezelf iemand niet. Iemand die Mein Kampf uitgeeft, iemand die Martin Bosma uitgeeft, iemand die Woody Allen uitgeeft. Daar spreekt een soort van vergevingsgezindheid uit. Nou, commercieel instinct, noem ik dat. Wat vind je van, want je hebt eerder wel eens gezegd over de literaire wereld, van, het is een enorme deugcultuur. Ja, het verschil heb ik al een pest aan. Ja? Ja? Ja. Deug jezelf? Wie kan dat van zichzelf zeggen? Nou, deug jij? Ja, ik vind van mezelf dat ik deug. Ja, ik ben katholiek, dus ik zal het niet zo snel over mezelf afroepen. Dankjewel. Misha Blok, dames en heren, dankjewel. Onze tweede interviewer studeerde politicologie, geschiedenis en Arabische antropologie in Amsterdam en Cairo. Hij was jarenlang correspondent in onder andere Jeruzalem, Beirut en Cairo, schreef meerdere journalistieke bestsellers en was zomergastenpresentator. De meesten zullen het wel gezien hebben. De bekendste zevenvinker van Nederland, Joris Luijendijk. Hey, Mai. Hey, Joris. Jongen. Wat leuk. Ja. Zal ik eerst vertellen waarom ik jou geweldig vind? Ja, mag. Toen ik... heel wat jaar geleden werd ik door een 16-jarige jongen aangesproken op de Albert Kuip. Ik was een sapje aan het drinken. Ik woonde toen in de Pijp en daar werden de auto's van mijn vrienden ingeslagen. En dat gebeurde door jonge Nederlanders van Marokkaanse afkomst. En dit was zo'n jongen. En die heette, toen noemde hij zich Mohammed, hij inmiddels Manno. Geweldige verhalenverteller. Na 10 minuten dat ik met hem had gepraat, wilde ik gewoon, wanneer gaan we weer afspreken? Ik zei, je moet dit opschrijven, man. En hij doet dat, hij is er jaren mee bezig, hij heeft zich opgesloten. Dus hij is echt door hele diepe dalen gegaan. En mijn eigen uitgever, Joost Nijs van Podium, die zag het niet zitten. En jij zag het wel. Ik kijk niet naar inderdaad naar een tekst, maar ik kijk naar de persoon.
Toen ik Mano ontmoette en die draai van hem zag, ja, dan weet ik wel, dit zit goed. Hoef ik niet een boek te gaan lezen. En dat is wel een fout die uitgevers dan maken. Die gaan dan zo'n manuscript lezen en die vinden dan wat. Ja, ze vinden het wel iets en dan kan het zijn dat ze niks vinden. Maar op zich is dat niet zo relevant. Je bent ook maar één mening, maar je moet naar de figuur van de schrijver kijken. Ja, je geeft een auteur uit en daarna werk je aan het boek. Dus dat vind ik echt geweldig. En ik zit net, dus ik denk, hey, die Mai, die wil ik beter begrijpen. Dus, en ik kijk altijd, als ik mensen wil begrijpen, denk ik, waar moesten ze zich invechten? Dus je bent man wit hetero, een gymnasium, dus vanaf je 12 hoor je hoe slim je bent, universiteit, Nederlands cultuur, maar waar mijn moeder Nederlands gaf en mijn vader psycholoog was bij de Rijkspsychologische Dienst, ja, het heel andere sociale klasse. Mm-hmm. Daar heb jij je ingevochten. En dan kijk ik naar Manno, ik kijk naar Eus, ik kijk naar Gül, ik kijk naar Brusselmans, ik kijk naar Palme. Oh. Allemaal klassemigranten. Nee, dat klopt. Is dat waar de klik zit? Nou, ik voel met die mensen heb ik een band. Ik snap. En het zijn allemaal mensen die bij mij in de straat hadden kunnen wonen, in de Fabriekstraat in Goorlen. Voor mij was het voor een deel invecht, maar het was ook iets wat kon in die tijd. Op de Thomasschool waar ik zat in Goorlen, ik was de eerste van die school die naar een lyceum ging. Ja. Maar ik ga naar het lyceum, maar er waren natuurlijk honderden jongens in heel Nederland en 2 jaar later meisjes die diezelfde tocht konden maken. Dus het was ook de samenleving die daar ontvankelijk voor was. En op een of andere manier is met die groep iets gebeurd. En die hebben vaak uit een allochtone groep, zoals inderdaad Eus of Mano of Afid. Afid ook, ja. Die zijn... Ik denk dat zij daarom jou ook zo vertrouwen. En ik denk dus dat een van de redenen dat dat Volkskrant-artikel van jou afgleed, was dat gewoon een aantal hele belangrijke personen meteen voor achter jou gingen staan. Voor of achter de schermen. En toen was het weg. Ja, omdat... Ja. Omdat ze wel beter wisten. Denk ik. Ja, ik denk ook een hele diepe solidariteit. Ik heb de afgelopen tijd veel mensen geïnterviewd die zich moesten invechten. Ook om te begrijpen wat ik mis ben gelopen aan levenservaring. En wat er veel valt is impostersyndroom. Kijk, ik voel me in heel veel situaties voel ik me echt superieur. En denk, ja, weet je, jullie hebben niks meegemaakt. Maar tegelijkertijd voel ik ook iets van een onzekerheid en een minderwaardigheid van dat ik voel, ja, dat is dat imposterstuk. Ja. Maar als je dat alleen hebt, dan kom je ook niet ver. Je moet ook wel het idee hebben van, ik kan jullie allemaal aan. Ja. En wat ik hier zie, dat had ik al in 2 gym. Zag ik die jongetjes allemaal en denk ik, nou, ja, jullie weten echt niet hoe het op straat eraan toe gaat. Ja. Maar ja, ze hadden wel vioolles en ze hadden wel... Wat ik dus ook zie, volgens mij is dat ook een beetje jouw persona. Weet je, de man die zich heeft ingevochten, die het vuur van de goden heeft gestolen. En die het zich allemaal ook allemaal van zich af laat glijden. En tegelijk denk ik, je bent 100% establishment. Dus je bent al lang niet meer die outsider. Maar misschien in je hoofd nog? Ik heb al heel lang mijn best gedaan om dat inderdaad los te laten. Maar uiteindelijk is het toch beter om het te erkennen. Op een gegeven moment ben ik gescheiden en toen ben ik wat losgeslagen. Toen kwam ik in Cambodja terecht. En toen was ik heel gelukkig in een dorpje ergens bij de grens van Vietnam. Daar had ik een meisje ontmoet en ik zat daar. En ik voelde me helemaal... En ik dacht, waarom vind ik dit nou zo fijn? Waarom voel ik me nou hier zo ontzettend goed? Omdat ik zag die vrouwen die daarbij... En dat was zelfs als mijn moeder deed. Weet je, die zorg en alleen die zorg. En dat was heel herkenbaar. Terwijl, ja, toen dacht ik, ik ben nou inderdaad establishment. Ik run een uitgeverij vol intellectuelen. En, je had daar niks te bewijzen. En toch vind ik dit is het. En op het moment dat ik dacht, ja, dat moet ik ook niet weglaten. Dat is ook een deel van mijzelf. Dat klinkt een beetje raar, want ik ben veel jonger dan jij. Maar ik zou je zo gunnen dat je eigenlijk naar de soort mecenas fase gaat. Oh. Nou, dankjewel. Maar ik denk niet, ja, je kunt jezelf niet zo makkelijk veranderen. Ik heb me dat ook wel... Ja, dat kwam best voor dat ik dan iemand die echt gillend wegliep. En dan had ik dan spijt van. En dan ging ik wel achteraan en probeerde weer terug te halen. Dan probeerde ik ook mezelf wijs te maken van... ja, maar ik ben helemaal niet meer zo. Ik ben veranderd. Maar ja, ik denk dat het ook mijn rust is dat ik erken dat dat niet zo is. Ben je niet heel benieuwd ook naar dat jongetje voordat dat implantaat van die drive kwam? Nou, ik weet niet of die bestaat. Dat
jongetje bestaat. Wat zou je tegen hem zeggen? Doe het af en toe een beetje kalm aan, ja. Maar ja, ja, tuurlijk. Nee, ik zeg ook altijd van, als mensen, die zie ik dan soms wel lijden onder mij. En denk, ja, degene die er toch het meeste last van heeft, dat ben ik zelf. Dat denk ik ook. Huh? Ik zit er zelf natuurlijk wel, ja. Maar ja. Ja. Tegelijkertijd zou het best wel eens kunnen zijn dat je ook, toen waar dat artikel over ging, een paar mensen echt hebben beschadigd. Nee, dat neem ik direct aan. Ja. Dat gebeurt in het leven. Dat is... En is dat dan zo van, het overkwam mij, dan moeten anderen maar ook maar niet zeuren? Nee, het blijft natuurlijk, als dat echt zo is, is dat pijnlijk. Maar een leven zonder pijn bestaat niet. Dat is, ik heb ook geïncasseerd. Niet zo tit voor tet of quid pro quo, maar... Ja, maar als het vermijdbaar is? Kijk, ik sta niet 's ochtends de handen wrijvend op, wie zal ik vandaag weer eens even een kopje kleiner maken? Zo, is nee. Het, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, als het maar dan... Je bent, ja, ik wil graag uitgeverij, dat het goed gaat, dat ik succes heb, dat het... En dat moet allemaal snel en ongeduldig. En ja, daar vallen spaanders. Dat is zeker zo. Joris Luijendijk, dames en heren. Dankjewel. En de laatste. Onze laatste interviewer kwam op haar 5e vanuit Teheran naar Nederland. Ze studeerde literatuurwetenschap in Amsterdam en ging daarna voor de televisie werken. In haar veelbesproken documentaires gaat ze met iedereen het gesprek aan. Van sekswerker tot verslaafde en activisten. Haar specialiteit is dan ook heikele onderwerpen. Sahar Merachi. Sahar, aangenaam. Hoi. U heeft denk ik geen idee wie ik ben, hè? Je hebt het TV-programma. Oh, nou, ik ben documentairemaker. Ja. Ik las over ons het stukje bij Prometheus. En toen dacht ik, maar dat bent u. U bent de uitgeverij. Mm-hmm. Dus op het moment dat datgene wat je doet, dat is wie je bent, dan wordt het ineens heel persoonlijk. Dan begrijp ik ook dat het ineens veel groter is dan een fout of even iets dat niet goed gaat. Dan is het belemmering van de groei van wie je zelf bent. Ja. Ja, zou kunnen. Ik weet dat. Ik zie het iets prozaïser. Het is een going concern, een uitgeverij. Er gebeurt van alles op allerlei niveaus. Het zijn als het ware zo'n goochelaar die allemaal bordjes. Als je dan gaat er eentje begint te winnen, dan moet hij weer zo heel de tijd op en neer lopen. Ja, en als je dan een assistent hebt die voortdurend net laat komt, dan denk je, ja, hallo. Beter opletten. Die uitgeverij, dat is wel een heel belangrijk deel van mijn identiteit, absoluut. Wat is je grootste angst in het leven? Dat ik een ziekte krijg, waardoor ik niet meer kan functioneren en waar ik niet meer kan zorgen voor mensen waar ik verantwoordelijk voor ben. Maar met name dan mijn kinderen, een care die daar zit, dat is mijn grootste angst. Niet gezien worden, het niet hebben gemaakt, geen succes hebben. Ja, maar dat heb ik, dus dat is niet meer een angst die ik heb. Maar was dat een grote? Ja, tuurlijk. Hoe voelde dat? Wat was dat? Ja, toch een drang om te onderscheiden. En dat begint inderdaad, denk ik wel, psychologie van de koude grond, van in zo'n gezin. Dat is waar. Dat je denkt, ja, ik wil wel weten dat, wie ik ben. Of dat ze weten wie ik ben. Is die angst weg? Ja. Want als er dan nog iedere dag iets veroverd moet worden, hè? Ja. Waarom moet er dan nu nog veroverd worden? Ja, kijk, ik kan me niet voorstellen dat ik een uitgeverij run die niet poogt succesvol te zijn. Ja, dus er zit altijd wel een drive van beter. Ja, en ik voel wel die opdracht dat ik dat moet doen. En op het moment dat ik ga zeggen, nou, ik vind het wel mooi zo. Ja, waarom zouden die mensen nog hun spullen aan mij toevertrouwen? Ik weet niet of iedereen dit heeft. Wat? Nee, ik denk niet dat iedereen dat heeft. Ik denk zelfs niet dat mensen die een uitgeverij hebben of iedere ondernemer dit per se heeft. Het is natuurlijk... maar dat boeit mij niet. Kijk, het is natuurlijk wel wat ik, zoals ik het wil, zoals ik het zie. Ja, ik denk van een ondernemer die dat niet heeft, ja, ik vind knip voor zijn neus waard. Ja? In hoeverre was dit de drive? Was dit nodig? Dat kun je natuurlijk nooit... Kijk, het leven is ook een aaneenschakeling van toevalligheden. En van geluk hebben, pech hebben. Ik bedoel, die hele discussie die nu speelt over die meritocratie. Ja, ik ben het er wel mee eens. Dat is zo. Kijk, je moet wel streven. Maar het feit hoe het loopt, dat ben je zo toch... Het feit dat je in Nederland geboren bent en dat je inderdaad
zoals ik die studie kon doen en dat ik die kans kreeg in die uitgeverij. Ik heb die kans ook gepakt. Maar ja, ik wil mooie boeken maken. Ik wil belangrijke geesten, originele geesten, wil ik een podium geven. Dat is wat ik doe. Geef een warm applaus, dankjewel. Kom mee, alle twee. En hoe heeft u het ervaren? Laten we eerst even de grote gemene deler op tafel leggen. In de microfoon, als het even kan. Nou, ik vond het niet onplezierig. U heeft een aantal mechanismes, of met de wenkbrauwen, ik weet niet helemaal waar je naartoe gaat. Of jezelf helemaal relativeren. Of uiteindelijk zijn we allemaal zondaars. Hè? Er zitten een paar van die wegdraaibewegingen in de gereedschapskist. Ik vond een zin, en ik zat te schrijven, maar ik weet niet meer uit welk interview er kwam. Er lijden mensen onder mij, maar ik lijd zelf het meest. Begrijpt u dat? Vindt u het een hele normale zin? Ja, voor mij is het normaal dat zo... Ja, ik kan ook wel dat je emotioneel wordt of boos. En dat ook vaak heel dat je denkt, verdomme, iemand verdient dat niet om zo aan te pakken. Ik kan me echt heel naar over voelen. En dan moet ik er ook wat mee, want ik kan het ook niet laten. Dus dan moet je terug en dan moet je toch naar Canossa, zal ik maar zeggen. En van nou, sorry en niet zo... Ja, en dat is ook, dat werkt ook goed, dat is ook bevrijdend. Maar dat je voortdurend jezelf in situaties manoeuvreert, ongewild. Uit die beelden komt iets naar voren van, ja, dat is iemand die springt op zijn fiets 's ochtends en die denkt onderweg, wie zal ik vandaag nou eens even weer gaan aanpakken? Dus dat een soort sadist ben, die daar behagen in schept. Dat is gewoon niet zo. Nee, maar dat is ook, dat begrijp ik, wat u nu zegt. Maar kijk, je kan zeggen, het staan fouten in, ze hebben geen navraag gedaan, ik parkeer het. Je kan ook zeggen, ondanks dat dit niet klopt, daar geen navraag, geen hoor en wederhoor gedaan is, zitten er toch een aantal elementen in. Ook al vind ik het hele porté bevalt me niet en vind ik het allemaal onterecht, maar er zitten een aantal elementen in waarvan ik denk, hé, moet ik misschien wat mee? Even los van welke mate. Maar naar wie? Voor uzelf, voor uw werknemers, ik maak mij niet uit. Ja, maar goed, dat is buiten het kader van een interview of in de openbaarheid of wat meer doen. Of in die krant was ook heel verbaasd dat ik op die manier totaal niet reageerde. Ja. Want dat wil natuurlijk dat je reageert. Tuurlijk. Waarom zou ik? Nou, waarom? Om bijvoorbeeld zeggen, het totaalbeeld klopt om die en die reden niet. Maar er zitten een aantal elementen mee waar ik toch mee aan de slag ga. En dat vond ik interessant aan het interview met Joris, is dat je eigenlijk zegt, die drijfveren en de manier van hard werk. Het is een beetje flauw om te zeggen, want het is een ander verhaal. Maar je zou bijna kunnen zeggen, uw verloop onder redacteuren was bijna parallel en die van De Wereld Draait Door. Nee, maar dus er zijn op een gegeven moment een paar signalen dat je zegt, even los van hoe dat precies, of dat allemaal mijn schuld is, of dat met elkaar. Daar zou je iets mee kunnen doen. Die opmerking van jou, De Wereld Draait Door, die slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kijk, ik heb 4 redacteuren. Er zijn er 2 van die werken al meer dan 20 jaar bij mij. En die anderen zijn net een. Dus dat zijn ook wel weer van die beelden, weet je wel. De parallel is dat als er dus zo hard en heftig gewerkt wordt, als je dan zegt er vallen Spaanders, dan is op een gegeven moment de vraag alsof je geen succes zou kunnen boeken met andere omgangsvormen en manier van leiding geven. Oh. Die parallel zocht ik. Ja, ja. De manier waarop Van Nieuwkerk is afgeserveerd ben ik ook totaal niet mee eens. Nee, dat verbaast me ook niet. Huh? Niks gaat vanzelf. Het is een illusie om te denken dat als je allemaal een beetje in een buurthuis thee gaat drinken, dat er dan van alles gebeurt. Dat is gewoon niet zo. Het spijt me, maar dat weet ik uit ervaring. Dat maakt het leven ook mooi. Dat geeft hoogte- en dieptepunten. En dat wordt nu allemaal toch veel te veel een soort deken overheen gelegd. Kijk, angstcultuur bestaat. Ja. En dat is natuurlijk wel dingen, maar dat, ja, in een bedrijf van 20 man waar iedereen aan hard aan het werk is, er is helemaal geen tijd voor een angstcultuur. Dat is een angstcultuur is een heel ingewikkeld fenomeen. Ja. Wat je moet. Wat in bedrijven als mensen, daar zitten lagen in van mensen die niet echt wat te doen hebben. Dus die gaan dan. Maar je kunt niet op een manier in een. In een bedrijf als mij, dat gaat niet. Maar als u zegt dat maakt het leven mooi, dat is toch wel ingewikkeld. Als er tientallen mensen met een. Niet bij u. Ik heb het nu bij. Ja, maar nee, als voor alle mensen die daar dus op een of andere manier buitengewoon veel pijn van hebben gehad, om die te vertellen dat dit het leven mooi maakt, is dat wel een moeilijke boodschap, lijkt mij. Nou, ik heb ook wel pijn geleden in mijn leven. Ja. Dingen gebeurd die ik niet leuk vond. Part of the job. Incasseren en door. Ja, het gebeurt. En het feit dat het helemaal niet meer mag gebeuren of het is een probleem, dat vind ik ook problematisch. Helder. Ik ga me tot u richten. Geef een warm applaus, dames en heren. Onze gast, Mai Spijkers. En ons zeer gewaardeerde trio met journalisten.